Team ERA, ik ben super fier op jullie. Ik denk dat we een fantastisch 2019 achter de rug hebben. Het was super leuk om te zien dat we met z'n allen alleen maar verder betrokken zijn, willen groeien en willen verbeteren, elkaar helpen en gaan. Ik geloof ontzettend in 2020. Ik heb het gevoel dat een boot nog maar vertrokken is. En ik denk dat we daar met z'n allen samen een top 2020 verder gaan van maken. Let's go! We zijn nu 25 jaar later en ik kijk met veel trots terug op dat moment, dat bijzondere moment in 1995 dat we van start gingen. Er waren heel veel kleinere kantoren, veel onzekerheid wat de toekomst ging doen. Niemand zat te wachten op ERA, dat wij daar de markt anders zouden aanpakken. Commerciëler was echt wel iets nieuws. Vroeger had je, iedere advertentie stond in de krant. Mensen wilden vaak niet eens een bord in de tuin hebben. Dat is nu allemaal wel anders. Ieder huis staat online, veel toegankelijker voor het brede publiek. En service. Kwaliteit en service heeft vanaf dag 1 heel hoog bij ons in het vaandel gestaan. En ik denk dat we daar wel de vruchten van hebben geplukt. Ik ben heel trots op wat we met z'n allen bereikt hebben. Maar ik denk dat het heel goed is dat er een nieuwe, jonge gast aan het roer staat. Nieuwe dynamiek, nieuw enthousiasme. Iemand die uit het veld komt. Zelfs zeer succesvol is met wat hij al op een jonge leeftijd gerealiseerd heeft. En ik denk dat er geen betere opvolger, als ik het zo mag zeggen, voor mij zou kunnen zijn dan Johan Krijgsman. ERA wil verder innoveren door een combinatie van alles dat digitaal en geautomatiseerd kan, echt te matchen met persoonlijk contact. In combinatie met coaching. En dat is niet innoverend op zich, maar eigenlijk in de praktijk vandaag wel. Want heel veel wordt vandaag niet meer voldoende stilgestaan bij ik help u echt. Het is allemaal te vloe. Het geheim van het sterke ERA-merk is een samenloop van een heel aantal zaken. Ik denk heel veel gepassioneerde mensen. Mensen die het beschouwen als een ERA-family. Jij helpt mij, ik help u, we helpen elkaar en daardoor worden beter en beter. En ik denk dat we altijd, daar moet ik mijn voorgangers ook onder twijfel voor bedanken, hebben ingezet op de eerlijkste en de beste te willen zijn. En niet alleen op korte termijn, maar op lange termijn. En dat we dat nu moeten verder inzetten met terug innovatie en die zaken. Ik ben enorm trots en dankbaar op de leden. Dankbaar voor hun inzet, hun geloof in ERA, hun geloof in mij in de eerste jaren. Doe zo voort, zou ik zeggen, en op naar de volgende 25 jaar met nog veel meer succes.